Ja, er worden hele duidelijke keuzes gemaakt. En de keuzes zijn voor premium experience strategie. Ja. En dat betekent eigenlijk dat we kiezen om onderscheidend te zijn op het gebied van merken, service en winkelbeleving. Suzanne van der Velde van De Bijenkorf. En wij zijn net de trotse winnaars van De Bijenkorf Marketing Company of the Year. Yes. Allereerst gefeliciteerd. Wat betekent zo'n prijs voor jullie? Ja, heel veel. Het is toch een kroon op al het harde werk wat je hebt gedaan in de afgelopen jaren. Eigenlijk niet alleen afgelopen jaar natuurlijk. Ja. Het is altijd iets waar wij natuurlijk voor hopen dat je erkend wordt voor hetgeen wat je allemaal hebt gedaan. In de zaal proefde ik vooral verrassing, omdat het is natuurlijk in de retailwereld gaat het niet al te goed. En De Bijenkorf steekt daar toch juist weer bovenuit. Hoe doen jullie dat? Ja, er worden hele duidelijke keuzes gemaakt. En de keuzes zijn voor premium experience strategie. Ja. En dat betekent eigenlijk dat we kiezen om onderscheidend te zijn op het gebied van merken, service en winkelbeleving. En natuurlijk moet dat ook verteld worden aan de consument en uitgelegd worden. En we moeten daar de consument ook van overtuigen. En dat lukt aardig gezien de klanttevredenheid die enorm gestegen is. Ja, want welke marketingmiddelen zijn daar dan weer uiterst geschikt voor? Nou, één-op-één communicatie wordt natuurlijk steeds belangrijker. En daar hebben we een heel privilege membership programma voor. Ja. Om echt persoonlijk en relevant te kunnen communiceren met onze klanten. En daar is ook al iets als bijvoorbeeld een digitale kassabon die we nu meegeven aan de klant. Dat zijn allemaal van die kleine dingen waarmee we ons willen onderscheiden. Ja, want hoe kijken jullie dan naar bijvoorbeeld een V&D, hoe het daarmee gaat? Ja, het is natuurlijk treurig wat hun overkomt. Maar wij gaan uit van onze eigen kracht en onze eigen route als warenhuis. En wij kiezen er heel duidelijk voor om ons op een andere manier te onderscheiden en positioneren. Ja. Vorig jaar net niet geworden, vandaag de opluchting des te groter. Ja, we hadden er natuurlijk wel heel erg op gehoopt. En we zijn heel blij dat het nu inderdaad ook onze kant op is gevallen. Maar de andere genomineerden waren ook natuurlijk heel erg sterk. Dus we zijn heel blij. Ja. Hey, dankjewel, Suzanne. Graag gedaan.